PUM is kennis. Passie. Hands-on delen van professionaliteit. Betrokkenheid. Geweldig programma dat absoluut moet worden voortgezet, omdat het zo'n parel in de kroon van de Nederlandse relaties met het buitenland is. Het verschil dat PUM maakt is dat PUM concrete expertise aanbiedt aan MKB-bedrijven in het buitenland. En daarmee heel duidelijk hulp biedt, zonder dat er geld heen en weer gaat. Het is gewoon kennis die overgedragen wordt of adviezen die gegeven worden. Maar het zijn mensen die zelf het werk gedaan hebben, die dus aan collega's eigenlijk vertellen hoe zij het werk deden in Nederland. En die dan één op één die kennis overdragen. Ik denk dat dat het meest speciale is van PUM en dat dat de kracht is van PUM. Ze hebben eigenlijk allemaal 25, 30, 35 jaar ervaring. En daarom kunnen ze heel snel zich inleven in de problematiek die er is in een bepaalde organisatie of in een bedrijf. And with their hands-on mentality, PUM experts have significantly enhanced our programs. Het verschil is de specifieke Nederlandse kennis en aanpak, het Nederlandse ondernemerschap. Dat is iets wat nieuw is voor Macedonië. En we hebben ook een aantal kennisvelden waar we echt heel sterk in zijn. Nou, iedereen weet ze, water, landbouw. En daar zit Macedonië op te wachten. We are lacking this capacity in Mozambique in terms of expertise. So I think they can do a lot in Mozambique in terms of medium and small enterprises in creating the medium class in Mozambique. Well, I think it makes brings to Nicaragua the expertise of the Netherlands in so many different fields in which the Netherlands has been historically very important. It starts with a human contact, with a personal network, and then it usually grows. So there are a lot of follow-ups to all these programs. Partnerrelaties, handelsrelaties, dan wel een investeringsaanvraag. Dat ze zeggen van ja, maar als we nou dit of dat willen gaan ontwikkelen, waar kopen we dan de machines? Waar halen we dan de expertise vandaan? Dus dat hele PUM-programma, in mijn ervaring, heeft ook een geweldige spin-off. Het is heel succesvol, heel populair. We proberen nog steeds meer PUM-experts naar Macedonië te krijgen. Wherever they go, people are very happy with them. They are very well received. And they are doing a great job. So we are very happy with them. Er is heel veel nuttig werk al gedaan, maar er kan nog veel meer nuttig werk gedaan worden. So in sum, embassies and the government will continue to support PUM in the future. Happy and Thank you.